Verslaggever IJsbrand Terpstra die zat vandaag zelf in het stemlokaal. Hij is daar nog steeds. Hij staat voor het gebouw. En dat is het gebouw in de wijk De Kooi in Leiden. IJsbrand, goedemiddag. Goedemiddag, Jaap. Ja, hallo. Ik ga jou ook even in beeld brengen voor de mensen die meekijken. Allereerst, ik zei al, we gaan letterlijk de stemming peilen. Jij staat nu buiten, je was ook binnen. Wat is jouw beeld bij de opkomst bijvoorbeeld tot nu toe daar in De Kooi? Ja, de opkomst, dat kan ik je ook wel even laten zien voor de mensen die meekijken. Het is hartstikke druk hier. Er staat al de hele dag eigenlijk een rij voor het gebouw. En eigenlijk sinds vanochtend, toen we om 7:30 open gingen, is het al zo druk. Dat betekent niet dat mensen niet kunnen stemmen, want iedereen kan zijn stem uitbrengen tot 9:00. Maar je hoort wel van veel mensen die zeggen, ja, ik was ook al bij een ander stembureau en daar was het ook zo druk. En ja, het lijkt er toch wel op dat er een hoge opkomst is. Dat werd vanmiddag ook al gemeld, als er al een tussenstand is van de opkomst, dat die hoger ligt dan andere jaren met de verkiezingen. Nou, wat dat betekent weten we natuurlijk nog niet. Want het zou ook kunnen dat het dan vanavond wat rustiger wordt bijvoorbeeld. Dat is nog even afwachten. Maar het is hartstikke druk. Ja. En heb je ook gesproken met de mensen in het stembureau zelf en wat hun indruk is? Ja, het is opvallend dat iedereen stemt. Maar ze weten niet altijd waarvoor. Want ja, de mensen die komen omdat ze een stempas in de brievenbus hebben gekregen. Maar niet iedereen weet dat dat voor twee verkiezingen is, zoals je al zei. En dat betekent, ja, je krijgt twee formulieren in je handen gedrukt. En betekent dat je dan ook weet wat je moet stemmen? Nou, niet altijd. Dus in de functie van een stembureaulid kunnen mensen ook vragen stellen. En de vraag die ik toch een aantal keer heb gekregen vandaag is, wat moet ik met dit tweede formulier? En dat gaat dan over het formulier voor het Roonburgerparkreferendum. De meeste mensen die vullen hem dan toch wel in. Dus je ziet ook dat veel mensen wel voor beide verkiezingen komen stemmen. Ja, wat ze dan invullen, dat kan ik natuurlijk niet zien. Dat zal later moeten blijken. Maar dat de opkomst ook voor het Roonburgerparkreferendum hoog is, dat is wel duidelijk. Ja, goed. Maar dan weten we in elk geval dat een aantal mensen voor wat het referendum betreft gewoon maar met de vinger in de lucht stemmen, om het zo maar te zeggen. Ja, dat kan ik natuurlijk niet vertellen voor deze mensen. Maar als je niet eens weet waarvoor je naar het stembureau komt, ja, dan kan ik me voorstellen dat je ook nog niet je keuze gemaakt hebt. Nee. We kunnen ook nog eventjes misschien binnenkijken hoe dat er dan aan toe gaat. Ja. Dan loop ik even een klein stukje vooruit. Ja. En dan moet ik natuurlijk ook mijn mondkapje op, want zo gaat dat met de coronaverkiezingen. Ik zie een aardige rij mensen inderdaad. Op. Ja. Ja, dus wat we hier binnen dan zien, als je meekijkt, en anders zal ik het vertellen, is dat iedereen die binnenkomt in de rij komt staan. En daar geven ze hun identiteitskaart af. Daar wordt gecontroleerd of de mensen ook daadwerkelijk mogen stemmen. En dan krijgen ze daarna een stemformulier. En dat kan dan in de hokjes worden ingevuld. En vervolgens wordt dat dan in de stembus gedaan. En dan zie je ook dat er twee stembussen zijn. Eén voor het referendum en één voor de Tweede Kamerverkiezingen. En als je die beide formulieren dan in de bus hebt gedaan, dan kan je het stembureau weer verlaten. Ja. Ja, en over die stembiljetten gesproken, die zijn wel in voldoende mate aanwezig. Want er was toch al een relletje in Leiden dat er niet voldoende stembiljetten waren. Heb je daar wat van gemerkt? Het is wel opvallend dat er op een gegeven moment bij ons in ieder geval heel het stembureau even een klein tekort was aan stembiljetten voor het referendum. De gemeente die pakte dat wel snel op. Binnen 10 minuten stonden er nieuwe stembiljetten op de stoep. Het is een hele logistieke uitdaging, dat merk je wel. Zeker omdat het ook zo druk is vandaag. We hebben ook al een nieuwe stembus erbij gekregen om nieuwe biljetten in te kunnen opnemen. Dus een klein tekort is er eventjes geweest. Een tiental mensen heeft daardoor hier niet kunnen stemmen, maar die hebben we doorverwezen naar andere locaties. Is er een tekort aan stembiljetten? Dat denk ik niet, maar de logistiek, dat is wel een hele uitdaging. Ja, maar goed, tot nu toe verloopt de verkiezing, althans wat jij meemaakt in De Kooi, ordentelijk, zal ik maar zeggen.
Ja, zeker. De verkiezingen die verlopen ordentelijk. Er zijn wel mensen bijvoorbeeld uit andere gemeentes die hier dan komen om te willen stemmen. Er zijn ook mensen die niet de goede papieren bij zich hebben, dat soort zaken. Maar het is heel gemoedelijk en er is nog geen... ik kan geen kwaad spreken over wat hier vandaag gebeurt. En vanavond om 9:00 kan iedereen ook kijken wat er dan gestemd is, want dan worden de stemmen geteld. Dat is openbaar. Zoals Mark Rutte eerder ook heeft gezegd, je kan daarbij aanwezig zijn zonder dat je de avondklok schendt. Dus dan kan je ook komen kijken hoe dat tellen van de stemmen in zijn werk gaat. En ook zien of jouw stem, die je hier bijvoorbeeld op het gebouw hebt uitgebracht, of die er ook nog tussen zit. Dat zal misschien lastig te zien zijn, maar voor sommige mensen die hebben al wel aangegeven vanavond even een kijkje te komen nemen. Ja, nou weten we allemaal dat vanavond om 9:00 de eerste prognoses zijn voor wat betreft de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe zit het met de prognoses van het referendum? Ja, de uitslag van het referendum komt als het goed is al vrij snel. Het is natuurlijk veel makkelijker te tellen dan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat betekent dat er waarschijnlijk vanavond om 11:00 de eerste tussentijdse uitslag is. Daarna moet natuurlijk nog een keer goed geteld worden. Maar waarschijnlijk weten we vanavond al wel in grote lijnen hoe de uitslag van dat referendum eruit ziet. En dat wordt ook meteen om 9:00 hier geteld. Dan hopen we dat we dat snel kunnen doorsturen naar het stadskantoor. Zullen we daar op sleutels dat? Of jullie in ieder geval, want ik ben druk aan het tellen, maar jullie daar ook verslag van doen natuurlijk. Oké, hartstikke fijn. Blijf het volgen. Dankjewel IJsbrand Terpstra vanuit het gebouw in De Kooi. Dankjewel.